Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel tijdens de laatste gezellige warme dagen van het jaar, zoals dat zo mooi heet. In Tiel aan tafel weer de vaste ingrediënten, Sally. We hebben ons vaste onderdeel, het bloemetje natuurlijk, en we hebben ook de straatpraat. En de vraag van deze week is, vindt u vrijwilligerswerk belangrijk? Ja. En daarnaast hebben we ook nog hele bijzondere gasten, zoals u al ziet, het beeldend theater De Muze. Jullie zijn bezig met, je zit midden in de voorstellingen. Jazeker. Van het meisje met de zwavelstokjes. Ewout en Andrea. En jullie hebben twee hele bijzondere poppen meegenomen. En wie, kun jij me vertellen wie dat is, die naast jou zit, Ewout? Dit is de schrijver. De schrijver van al onze verhalen. Een belangrijk persoon binnen ons theater. Hij doet eigenlijk al het werk. En heeft een heel mooi sprookje geschreven op basis van wat Hans Christian Andersen heel lang geleden ooit eens geschreven heeft. Heeft hij bewerkt tot een sprookje waarin Dickinson en Andersen gecombineerd zijn. En jullie hebben daar een eigen uitvoering aan gegeven? Jazeker. Maar de schrijver is niet de enige, hè, die het een en ander mogelijk maakt. Wie hebben we hier zitten, Andrea? Dit is Frida. Frida is in deze theatercyclus het meisje met de zwavelstokjes. Dus een heel zielig meisje. Het is een heel zielig meisje. In het kort, waar gaat het verhaal over? Het is een oud sprookje. Het gaat over een meisje die op straat wordt gezet door haar ouders om geld te verdienen. En wat ze moet doen is zwavelstokjes verkopen. Zwavelstokjes die niemand wil kopen. Ze zit de hele dag op straat. Alle mensen lopen langs. Ze willen niks van haar kopen. En uiteindelijk, midden in de nacht, steekt ze een kaarsje op, een zwavelstokje op. Wat ze eigenlijk had moeten verkopen, hè? Wat ze eigenlijk had moeten verkopen. Maar ze heeft het zo koud. En ze steekt een stokje op. En in het licht van het schijnsel ziet ze de kachel. Een kachel die lekker brandt. En het zwavelstokje dooft weer. En ze is weer heel erg verdrietig. En ze wacht af en ze loopt weer langs. Niemand wil een stokje kopen. En ze steekt er weer eentje af. En in het licht van het schijnsel ziet ze een prachtig mooie gedekte tafel. Met allemaal eten en drinken. Eten en drinken die ze zelf niet heeft. Maar ja, het vlammetje dooft weer en weg is het eten. In het laatste zwavelstokje wat ze opsteekt, nee, het ene laatste, ziet ze een prachtige kerstboom. Een kerstboom die ze ook nooit thuis heeft gezien. En weer dooft het vlammetje en weg is de kerstboom. Het is een heel, heel triest verhaal. In het laatste vlammetje dat ze opsteekt, ziet ze haar lieve oma. Ook, en die was de enige die van haar hield. In dat vlammetje ziet ze dus haar oma. En oma daalt neer en neemt haar mee naar de hemel. Mm-hmm. Het is zielig, maar er is wel een verhaal van te schrijven. Hè? Er is een verhaal van te schrijven. Nou, want wij spelen namelijk een jaar later. Een jaar na dato? Een jaar na dato. Dat is een hele andere invalshoek. Dus. Precies, ja. Een echtpaar, zij is vreselijk koopziek, bezig met de boodschappen voor het nieuwe jaar. Die zo nodig binnen moeten komen voor het grote feest. En die komen dan op de plek waar het gebeurd is. Mm. En dan ontspint zich daar een situatie waarin we haar terug laten komen. Het verhaal vertellen. En uiteindelijk draait het een beetje à la Dickens erop uit dat de koopzieke dame toch het licht ziet. Ja, en allerlei inzichten krijgt. Precies, ja. Precies. Daar mixen we dus eigenlijk de Christmas Carol van Charles Dickens. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Theater De Bolle Kater is natuurlijk al jaren actief. Hè? Zeker. Ja. De Bolle Kater, dat zit in de Korte Binnenhoek is het geloof ik. Precies, ja. Voormalige gymzaal, opgebouwd tot een leuk theatertje. Ja. Ewout, je bent hartstikke gedreven. Wat doen jullie daar in die Bolle Kater? Nog meer dan alleen maar dit verhaal neerzetten? Door het jaar heen is het eigenlijk onze repetitieruimte, oefenruimte, opslagplaats, werkplek. En zo af en toe zijn er feesten, zijn er bands die komen spelen.
En dan een aantal keren per jaar proberen we een voorstelling neer te zetten. Ja, mooi, mooi dat daar ruimte voor is, ook in Tiel, hè, voor, ja, voor dit aspect. Even weer terug naar de voorstelling, Het meisje met de zwavelstokjes. Als mensen getriggerd zijn door deze opnames, kan ik me zo voorstellen dat dat zo is. Hoe, wat, welk, waar is het precies te zien? We hebben het verteld net, hè, de voormalige gymzaal in de Korte Binnenhoek. Wanneer zijn de uitvoeringen? Er zijn al twee voorstellingen geweest. Er komen er nog twee. De 26e en de 28e. En volgens mij de 20e ook nog. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar? Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Iedereen kan gewoon... aan de deur een kaartje kopen? In principe wel, maar van u tevoren even een belletje of een mailtje. En dan komt het volgens mij. Er is waarschijnlijk een website, hè? Muzen.nl. Muzen.nl of bollekater.nl. Ja, nou, ik denk dat we zeker even een stukje moeten laten zien van wat daar gebeurt. Lijkt me verstandig. En dat gaan we nu doen. Het was druk op het marktplein. Net als ieder jaar was iedereen heen en weer aan het rennen om op tijd de laatste boodschappen voor het grote feest in huis te halen. Olivier, daar ben je! Waar is Hermse? Die heb ik vrijgegeven. Vrijgegeven? Hoe kan je dat dan doen? Zijn kind was ziek en hij moet dan mee naar de dokter. Ergens tussen al die mensen liep een klein meisje op blote voeten in de sneeuw zwavelstokjes te verkopen. En koud dat ze het had. Koud! Uit een van de bosjes zwavelstokjes peuterde ze met verkleumde vingertjes een zwavelstokje en stak dat af tegen de muur. Nou, de eerste boodschappen zijn binnen, hoor. Kijk eens wat een enige cadeautjes ik heb gevonden. Hou ze even vast, want ik moet verder. Ik moet nog naar de jury. Weer stak ze een zwavelstokje aan. En deze keer werd de muur doorzichtig. En zag ze een kerstboom. Zo groot, zo mooi. Zo mooi had ze nog nooit gezien. Het is gelukt! Al die leuke kleine cadeautjes voor de kids, hou ze vast. En als dat leuke bibeltje. En dan moet ik er weer vandoor, want we moeten nog een cashmere trui. Oh, slons! Het volgende zwavelstokje dat ze aanstak, gaf een licht zo mooi. Het leek wel of er in het licht een tafel te zien was, vol met de lekkerste gerechten. En alle ingrediënten voor het feest maar gevonden. Maar ik heb wel een probleem. En dat is? De kalkoen. Die is op. Ben je dan al geweest bij dat kleine winkeltje aan het einde van de Vleesstraat? Oeh, dat enge, dat arbeiderswinkeltje. Nee toch, doe je dat? Je hebt geen keuze anders. Je hebt gewoon gelijk. Weer stak ze een zwavelstokje aan. En in het licht zag ze oma. O, haar lieve omaatje, die vorig jaar overleden was. En de enige was die van haar hield. Oma, oma, blijf bij me. Daar ben je dan. En is het gelukt met de kalkoen? Ik heb hem weggegeven. Weggegeven? Kom, ruim ze tegen met dat kleintje. Zo hongerig kijk je uit zijn ogen. Ik zei, geef hem. Wat moeten wij met die kalkoen? Bye bye, Loelie. Nou, Sarah, het was inderdaad een hele mooie impressie. Je kunt goed zien wat het allemaal inhoudt. Ik vind het prachtig. Echt geweldig. Ik vind ook een geweldig initiatief dat jullie dit doen. We doen het met plezier. In eigen huis een voorstelling geven is hartstikke leuk. Daar kunnen we dit mogelijk maken. Want
Er zit zoveel ingeknutseld dat we, als we dat ergens anders zouden moeten, dan was het lang niet zo mooi geweest als in eigen huis. Nee, ja, nou, dat is natuurlijk ook te zien aan de poppen. Ja, wie maakt deze poppen? Precies. Dit zijn poppen die gemaakt zijn door Monique Somme, de oprichter van Beeldend Theater De Muze. Andrea en ik maken ook poppen. Die komen ook voor in de voorstelling. Maar dit zijn toevallig twee poppen van Monique. Monique is helaas overleden. En wij mogen haar mooie werk voortzetten en deze poppen levend houden. En op deze manier gebruiken in de het ene naar het andere mooie verhaal. Ja. Geweldig. Prachtig, prachtig. Nou, dat hoort helemaal bij dit gedeelte van het jaar natuurlijk, dit sprookje. Precies. Ik kan iedereen denk ik van harte aanbevelen om dit te gaan zien. Kerstvakantie is natuurlijk helemaal de gelegenheid daarvoor. Precies. Ik kan niet wachten. Wij gaan er ook zeker naar kijken. Nou, is goed. Gaan we jullie doen. Zijn van harte uitgenodigd. Hey, nog veel succes bij de voorstelling. Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt om dat jullie er waren. Ja, en Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Oeh, dat overval je me even mee. Goede voornemens. Nou, ik ben al een beetje met afvallen bezig. Maar ja, dat doet heel Nederland, geloof ik. Roken ben ik nooit aan begonnen, dus hoef ik nu mee te stoppen. En wat ik ook wat wil doen, is nog wat meer gaan reizen. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Nou, mevrouw die is... Kijken, 3 maanden ziek geweest dat ze de Achillespees scheurde. Ik hoop dat we een gezond jaar hebben. En dat is het. En de rest, als je gezond bent, kun je alles. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Die heb ik eigenlijk niet, want dan moet je er eigenlijk aan houden. Daar hou ik niet zo van. Voor 2015 veel geluk en veel tennisplezier natuurlijk. En goed dat in ieder geval dat ik gezond blijf. Hè. Dat is ook belangrijk in de toekomst. En dat is het eigenlijk wel. Ik ga het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe woning. Dus dat zijn eigenlijk mijn voornemens om daar een nieuw begin te maken samen met mijn man. Dat zijn mijn goede voornemens eigenlijk. De goede voornemens voor 2015. Nog meer sporten en zorgen dat er nog meer mensen bij THTC komen. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Voor mij 2015. Blessurevrij blijven. Dat we lekker kunnen spotten. Dat is mijn grote wens. Ja, want ik doe nu voor de eerste keer sinds een jaar weer tennis, dus knietjes, hè. Dat is het grote probleem. Dus dat was mijn grote wens, dat ik lekker blessurevrij kan blijven. Meneer, wat zijn de goede voornemens voor 2015? Zoveel mogelijk tennis eigenlijk, denk ik, hè. En gezond blijven. En lekker met de kleinkinderen het een en ander doen. Ja, gewoon gezellig. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Laten we maar gezond blijven en veel sporten. En veel bewegen. Dat was het. Wat zijn de goede voornemens voor 2015? Niet stoppen met roken. Dat gaat niet lukken. Maar wel een beetje gaan sporten. Iets gezonder leven. Misschien een wijntje minder per dag. Maar dat kan ik ook niet beloven. Inmiddels bij ons aan tafel aangeschoven Jacco van der Woerd. Jacco heeft ons een hele mooie brief geschreven. Hij wilde aandacht vestigen op iets heel bijzonders. En wij vonden dat zo mooi. Jacco, kun jij mij vertellen wat er in jouw brief stond? Ja, zeker. Ik heb jullie een mail gestuurd. En daarin heb ik gestuurd om aandacht te vragen voor een statiegeldactie. De statiegeldactie is bij de Jumbo, hier in Tiel. En hiermee vraag ik aandacht voor de stichting van BBL Mental en dit heet de Mentality Foundation. Maar daar zat een heel verhaal achter. Ja, ja, zeker. Waarom is dat zo gekomen? Vertel jouw verhaal. Ja. Vertel die mail eens in het kort. Ja, oké. Okay. Ik ben in 2008 heb ik mijn heup gebroken. Ik ben in Ibiza op vakantie geweest. Daar ben ik in een discotheek van een trap gevallen. Bij een optreden van David Guetta. Was verder dat heel leuk. Precies. Het was een heel leuk optreden. Alleen aan het einde van de avond ben ik gevallen. Ik ben daar
Kijk, daar ben ik uit de discotheek naar achteren gebracht. Daar dacht ik in eerste instantie dat mijn heup uit de kom was. Je dacht van nou, het valt wel mee, het hoeft dat komt er ja, goed. Ja, inderdaad. Ze wilden ook de ambulance bellen. Precies. Ja, klopt. Was mis. Ja, was echt mis. Ik dacht van nou, het valt nog wel mee. Maar ik ben in ieder geval met 4 medewerkers, die hebben mij meegeholpen naar achteren te gaan. En met hun ben ik ook naar achteren gelopen naar de taxiplaats. Gelopen? Ja. Echt gelopen? Nou ja, gelopen. Ja, ik kreeg op halfwege kreeg ik wel krukken. Wat was er nou aan de hand? Echt, ik ben echt geschrompeld naartoe. Nou, uiteindelijk was mijn heup gebroken. Vanuit daar ben ik in de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar heb ik een dag gelegen. En ik ben daarna weer naar een ander ziekenhuis gegaan en daar ben ik geopereerd. Daar bleek inderdaad dat mijn heup was gebroken. Ik heb toen 3 schroeven en 1 pin in mijn been gehad. En dan ben je een heel jong ventje Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Ja. Maar goed, toen was het verhaal nog niet af. Nee, klopt. Om een lang verhaal kort te maken. Mm-hmm. Uiteindelijk. Ja, was inderdaad heel erg schrikken. Daarna heb ik gerevalideerd. In het ziekenhuis in Tiel zijn de pinnen en 3 schroeven weer uitgehaald. En opgevuld met donorbot. Daarna heb ik in 2009 weer mijn heup gebroken bij de Heineken Music Hall in Amsterdam. Het gebeurt wat heb je zo gemaakt? Ja, inderdaad. Ja, het is, was ook op het einde van de avond gestruikeld over een plastic bekertje. En mijn been klapte weer naar onderen. En uiteindelijk zijn ze bij de AMC in het ziekenhuis van Amsterdam. Zijn ze erachter gekomen dat er al een tumor in mijn bot zat. Een goedaardige tumor. Het was maar geluk bij een ongeluk. Ja, eigenlijk wel. Want het had toch al wel gebeurd waarschijnlijk. Daar zijn ze erachter gekomen dat het bot verzwakt werd door die tumor. En daardoor dat het bot eigenlijk is gebroken. En toen moest ik weer een hele tijd revalideren. Ik voetbalde heel veel, vond ik heel leuk om te doen. En helaas mocht dat niet meer. En ik heb een kunstheup gekregen. En daar moet ik gewoon voorzichtig mee zijn. Yeah. Maar ik heb wel na een half jaar revalideren, kan ik in ieder geval weer gewoon lopen. En ik moet eigenlijk alleen voorzichtig zijn met hardlopen. Ja, en jij bent geïnspireerd geraakt. Ja, klopt. Heel erg. Ik heb in 2014 Bibio Mento en Sotsi zien winnen op de Paralympische Spelen met snowboarden. Ja. Zij heeft ook een beperking. Wat heeft zij? Ja, klopt. Zij heeft haar rechter onderbeen is geamputeerd. Die verloor zij toen ze op het punt stond om tijdens de Olympische Spelen van Vancouver zich te kwalificeren. Toen verloor ze haar rechter onderbeen. Vreselijk. Ja. En die heeft ze toen moeten laten amputeren. En daarna heeft ze er 8 jaar voor gevochten om het onderdeel snowboarden op het Paralympisch programma te krijgen. En dat is haar gelukt. Ja, dat is haar uiteindelijk gelukt. Daar heeft zij dus ook inderdaad een boek over geschreven. Proces. Hè, wat haar overkomen is en het pad wat ze daarna ging bewandelen. Ja, inderdaad. En dat deed jou wat? Ja, inderdaad. Dat heeft me heel erg geïnspireerd en geraakt ook wel. Misschien dat ik ook wel zelf dingen daarin herken. Maar ik vind vooral heel knap. Haar ziekte is 5 keer ook teruggekomen. En dat ze dat allemaal heeft overwonnen. En dat inspireerde mij heel erg om in eerste instantie naar een evenement van haar te gaan. Ik heb haar ook ontmoet in Loosdrecht. En daar heb ik even gesproken met haar. Want ik dacht zelf van, zij heeft ongeveer, zij heeft ook iets meegemaakt. Dus zij weet heel goed van hoe je het beste... Het gevoel. Ja, ook. En zij weet ook heel goed hoe je ermee kan omgaan. En ze heeft me ook heel veel informatie daarover gegeven en geadviseerd daarin. Ja, en zij heeft dus die Mentality Foundation opgericht. Ja, klopt. En wat doet die organisatie? Ja, de Mentality, Mentality Foundation helpt jongeren en kinderen om jongeren met een handicap te stimuleren en te enthousiasmeren om te gaan sporten. Dus niet van wat kun je niet, maar wat kun je wel. Ja, precies. Ze denken ook heel erg in. Op een bepaald niveau brengen. Ja, precies. Ze denken ook heel erg in mogelijkheden. Ze heeft al een aantal talenten die ook mee hebben gedaan aan de Paralympische Spelen. Zoals Chris Vos bijvoorbeeld. Daar staan we een goed voorbeeld van. Die heeft ook meegedaan aan de Paralympische Spelen. Ja. En zelf probeer ik ook te kijken wat nog mogelijk is, inderdaad. Want jij bent ook een sporter. Jij kan niet meer voetballen. Nee, ik kan helaas niet meer voetballen. Ik ga nog wel zwemmen. Dat vind ik nog heel leuk om te doen. Dus ga ik vaak baantjes zwemmen in Tiel. En dat vind ik leuk om te doen. En jij wil nu met die statiegeldflessen, wil jij geld in gaan zamelen
voor de Mentality Foundation van Bibian Mental. Ja, ja, klopt. En dat geld gaat dan inderdaad naar een supergoed doel toe, natuurlijk. Wanneer gaat dit plaatsvinden, die actie? De actie, ja. De actie is de hele maand februari en vindt plaats bij de Jumbo in Tiel, de Kranshof 3. En daar kunt u uw statiegeld doneren voor deze stichting. En deze stichting helpt dus jongeren met een beperking om eigenlijk het beste uit zichzelf te halen. En Bibian die heeft haar weg naar goud gevonden in Sochi. En ook gewoon als mens met de stichting die ze heeft opgezet. En ze helpt eigenlijk kinderen en jongvolwassenen ook om hun weg naar goud te vinden. Ja. Mooi dat jij daar zo enthousiast over vertelt. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Heb jij zelf ook van die ambities op dat hoge niveau ook om te sporten? Ja, ik ben wel met zwemmen bezig. Ja, en dat doe je ook inderdaad op pittig niveau? Nee, dat nog niet eerlijk gezegd. Maar dat... ja, misschien kan het nog. Ja, ja, geweldig. Ik probeer in ieder geval te blijven sporten en ook met een fysio... bezig blijven om spieren sterk genoeg te houden. Dat is ook echt nodig om te kunnen blijven lopen en je spieren sterk te blijven houden. Ja, want ik wil verder geen negatief scenario denken, maar zo'n kunsthoop heeft toch maar een beperkte levensduur. Ja, klopt, inderdaad. Het kan 15 jaar tot 20 jaar gaat het eigenlijk mee. En bij mij is ook een gedeelte waar de tumor zat, die ze normaal bij oudere mensen die een heup breken niet verwijderen, het stuk bot. Dat is bij mij ook verwijderd. Dus waarschijnlijk kan het nog, in ieder geval 1 of 2 keer kan de heup nog worden vervangen. En dan wordt het, kijken wat ze dan gaan doen. Maar goed, dan is toch dan die wetenschap weer een stuk verder natuurlijk. Precies. Maar jij denkt in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Dus dat komt best wel goed met jou. Ja, inderdaad. Hey, hartstikke leuk dat je zo enthousiast daarover praat. Ja, en een prachtig initiatief ook. Zeker. Heel mooi. Als mensen dit horen en denken van, verdorie, daar willen we iets mee doen. Hoe komen ze bij jou terecht? Ja, je kan me altijd een mail sturen via jacco@hotmail.com. Mensen die misschien wel rechtstreeks naar de foundation geld willen doneren, sturen allemaal van harte welkom. Ja, zeker. Je kan ook op de website www.mentalityfoundation.org kun je ook het boek bestellen. En misschien ook net zo geïnspireerd raken als mij. Nou, fantastisch. Ja, leuk. Nou, dan wens je ontzettend veel succes met deze hele mooie actie. En ook natuurlijk met jouw eigen, nog altijd, revalidatie. Behalve natuurlijk bezig zijn met dit project. Heb je nog goede voornemens voor 2015? Iets meer gaan zwemmen eigenlijk. Kijken wat daarin mogelijk is. Ik ben ook naar sportarts geweest. Om te kijken wat voor sporten nog meer mogelijk zijn. En op dat moment is er nog niet echt iets uitgekomen. Maar misschien is er nog een sport die ik uiteindelijk wel kan doen. En waar ik net zoveel plezier uit kan halen als het voetballen. En ongetwijfeld. Voor mij is het goede voornemen om dat te gaan ontdekken. Hou je enthousiasme vast. Ja, dankjewel. Heel veel succes met alles. Dankjewel. We staan hier bij voetbalvereniging Tiole. Voetbalvereniging Tiole heeft hele zware tijden achter de rug. Maar een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat deze club weer op de kaart wordt gezet, weer doorgaat, is Mark Paulus. We hebben een brief ontvangen namens diverse leden dat Mark Paulus echt in het zonnetje gezet moet worden. Want deze man is van onschatbare waarde. Nou, we gaan hem overvallen hiermee. Met dit boeket. En we gaan kijken hoe hij reageert. Mark. Hallo. Nou word ik een oor aangeraakt. Is er iemand die mij... Oh jee. Ja, er zijn heel veel mensen die jou een heel warm hart toedragen. Oh jee. Jij bent de voorzitter van Tiole. Ja. En Tiole heeft natuurlijk hele zware tijden achter de rug. Ja, ja. Dat klopt. En wellicht dat heel veel mensen niet weten wat er gebeurd is. Kun jij dat in het kort vertellen? Nou, wij hadden sinds een seizoen of twee een nieuw bestuur. En na het eerste jaar bestuur kwamen wij bij een boekenonderzoek erachter dat er een onregelmatigheid geconstateerd werd. En die onregelmatigheid, dat werd een meervoud. En van een meervoud werd het eigenlijk een heel groot drama. En dat drama heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij vorig jaar op het randje van de afgrond zaten. Dat we uiteindelijk niet anders konden dan enorm hard ingrijpen.
En ja, alle hulp binnen en buiten de club bij elkaar halen. Om na 102 jaar toch ook het 103e jaar te kunnen meemaken. Ja, en dat was een moeilijk jaar. Ja. Ja. Maar dat gaat dus wel lukken. Ja, ja, het gaat wel lukken. We hebben nog steeds zware tijden, want ja, het is een effect wat vele jaren door blijft gaan en wat je niet in één seizoen terug kunt schakelen. Ja, dat betekent dat je nog een aantal jaren een hele zure appel hebt, maar we hebben een enorm mooie club met heel veel elftallen, dus dat maakt het ook weer heel positief en heel motiverend. Ja. Dit wordt ontzettend gewaardeerd. En jouw naam wordt genoemd. En bij deze dus, dat bloemetje. Ja. Oei, oei. Nou ben ik toch echt enorm met de neus genomen. Nou begin ik ook vermoedens te krijgen van bepaalde personen. En ik vind het fantastisch. Een enorme waardering. En ik denk ook een waardering voor alle 700 leden. Die hier week in week uit hun passie. Elke week weer tentoonspreiden op deze velden om een hele mooie pot voetbal met heel veel plezier en heel veel motivatie de tegenstander tegemoet te treden. Dus ja, dat vind ik fantastisch. Ja, heel erg leuk. Ja, goed. Ik wens jou ontzettend veel met al die andere mensen die net zo hard natuurlijk hun best doen om dit helemaal te volmaken. Ja. Ja. Ja, dank je. Ik ben er ondersteboven van, moet ik zeggen. Het is echt een shock. In positieve zin een shock. Ja, maar ontzettend verdiend. Ja. Dank je. Succes. Fantastisch, merci. Fijn dat u weer heeft gekeken naar deze aflevering van Tiel aan tafel. Wat een verschillende gasten hadden we erin. Ja, het was weer een speciale aflevering en daarom blijft het ook leuk om te doen, hè, dat Tiel aan tafel. Ja, prachtig. Nou, een voorstelling die we natuurlijk moeten gaan bezoeken. Zo is dat, we krijgen het weer druk. We krijgen het weer druk. Aan het einde van het jaar. Ja, en we gaan natuurlijk het boek lezen van Bibian Menzel. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Tiel aan tafel. Graag tot dan.